Goeiedag en welkom bij een speciale editie van Q-Time. U ziet het, ik word omringd door 6 levende mensen. Normaal zit ik met 1 levend mens achter een scherm. En vandaag is het een bijzondere setting. Ik heb 5 heren hier te gast. Nou, laat me je vertellen, dat kan ik echt niet elke dag zeggen. Dat ik omringd word door 6 heren. Eigenlijk, 6 heren. Correctie, 6 heren. En we praten daarom ook over de groep At Six. Voor sommigen van jullie ongetwijfeld geen onbekende formatie. Maar laat me ze toch even aan u voorstellen. Dit is de frontman Etje Rust. Roy, Bagwandin, Michael, Pundu, Johnny Fonseca en Leslie Joseph. Nadim, die bewaren we als laatst. Nadim is namelijk de man achter de knoppen en die zorgt ervoor dat Axis At Six komt met hun geluid zoals dat van ze gevraagd wordt en ook elke keer bekend omstaan. Dus Nadim, last but not least. Welkom heren, fijn dat jullie er zijn. Ik doe dit normaal niet in zo'n grote uitgebreide setting, dus voor mij is het ook een beetje bijzonder. Roy heeft de mic in zijn hand, dus ja, we zullen maar direct met hem beginnen. Okay. Waarom zijn jullie Suriname? We zijn eigenlijk hier op uitnodiging. Ja, Nu niet weten dat er toch wat leuke gigs ook uit zijn gekomen. Dat is wel een beetje het leuke van deze trip. Dus jullie zijn op uitnodiging gekomen om voor een gezelschap, familie, organisatie te spelen? Precies, een privéfeest. Ja. En dat is wat ze toch een daverend succes. En uiteindelijk is er toch een leuke gig in Mingle eruit gekomen. En die gebeurt vanavond? Vanavond, ja. Ja, ja. Precies. Oké, is goed. Ja. Vertel ons over hoe deze groep mensen bij elkaar is gekomen of gebracht. Waarom? Precies. Nou, we zijn deze band begonnen in 2013. Ja. Weet je, bepaalde mensen zit je in een scene in Nederland en je wilt toch je ei kwijt. Mm-hmm. Dus bepaalde jongens gebeld, Leslie gebeld, Lesje, zullen we een band begrepen, daar zit in. Oké, laten we kijken wat we ervan gaan maken. Zullen we andere jongens gebeld? Heb je er zin in? Nou, die band was toen geboren. Nou, en je ziet, we zitten nog steeds bij elkaar. Ja. Hoe lang al? Nu is het al 9 jaar. Ja, ja. Oh, mooi. Oké. En we hebben er nog steeds plezier in. Ja, oké. Ja, toch? Maar goed, we leggen een beetje uit. Want jij bent oorspronkelijk uit Suriname. Ja, precies. Ed ook. Edje, ja. Niet oorspronkelijk, heel erg. Heel erg uit Suriname. Ja, precies. Nadim is met 2 benen in 2 landen. Ja. 50-50, ja toch? Ja. Michael komt ergens anders vandaan. Ja. Ik ben ook 50-50, geboren en getogen in Nederland, maar mijn ouders zijn van Curaçao. Okay. En ik heb dus op 10 jaar ook op het eiland gewoond. Ja. Dus, okay. Ook gespleten? Ja. Mede-eilandgenoot? Ja. Alles maar saptak met taxeren aan het doen, maar mina wankor zo. Jij bent de Surinaamse Antilliaan. De Surinaamse, dat is, de Saranti. Ja. Het is een hele leuke naam, de Saranti, die ken ik. En dan hebben we nog Johnny. Die komt niet uit Nederland, niet uit Curaçao. Ik kom uit Cape Verde. Ja. Geboren in Nederland, maar Cape Verde is bloed. Oké, maar hoe voel jij jou tussen deze Surinaamse, Nederlandse Antillianen? Ik ben met Surinaams opgegroeid, dus ja? Voor jou is het niet vreemd? Niet vreemd. Nee. Antilliaanse zijn eigenlijk ook een soort Cape Verdeanse. Waarom? Op een eiland Praia, daar praten ze, hebben ze een dialect net als Papiaments ongeveer, dus we kunnen elkaar een beetje verstaan. Echt waar? Ja. Grappig. Oké. Okay. Dus Cape Verdeanen heb je erbij, Surinamers, Antillianen bij elkaar toch wel, ja. Maar is het ook de reden dat jullie samen zijn, dat jullie ook voor die doelgroepen in Nederland voornamelijk performen? Het kan af en toe zijn, dan komen er wel eens klussen binnen dat we voor cabo's, ik zeg het niet oneerbiedig, voor de cabo's spelen. Ja, of Antillianen, of Surinamers. Ja. We spelen ook voor de Nederlanders ook natuurlijk. Ja, dus we proberen de hele markt een beetje te bespelen. Ja, oké. Maar jullie zijn nu toch weer even weer lekker thuis, niet voor iedereen. Heerlijk. Maar hoe voelt het voor de niet-Surinamers aan om in Suriname te zijn? Het is mijn eerste keer hier en ik voel me gewoon thuis. Ja. We worden heel goed behandeld. Iedereen is gastvrij. Ja. Niks op eraan te merken. Eten. Heerlijk. Eten, Johnny. Eten. Heerlijk. Dat is waar het om gaat. Het eten is heerlijk. Ja, toch, Nadim? Ja. Sowieso in Nederland koop ik altijd Surinaams eten, meestal. Ja. Maar het is hier geweldig. Het smaakt totaal anders. Maar, maar vertel over je ervaring van Suriname zelf, je beleving van Suriname zelf. We zijn naar een aantal plekken geweest wat heel, heel mooi is. Eigenlijk, we zijn niet in de stad gebleven. We zijn naar Blakawatra gegaan. Bijzondere ervaring, het was heel rustgevend. Nadim lacht, we moeten een beetje aan het accent werken, hè? Ja. En,
eeuwig gechilld bij Afobaka, toch? Ja. Ja, mm-hmm. Ja, ja, heel okay. Bijzonder en speciaal moment eigenlijk, wat je eigenlijk bijblijft eigenlijk. Ja, ik vraag me gewoon af eigenlijk hoe iemand die niet van hier komt, en ja, Suriname, Antillen is toch wel dicht bij elkaar, maar iemand die helemaal niet uit onze buurt komt, dat ervaart. Het is genieten. Genieten. Maar vakantie is altijd genieten, dus dat telt eigenlijk niet. Nee. Wat kom jij doen, Leslie, hier, wanneer je niet moet spelen? Wat is die sweetie van Suriname voor jou? De sweetie van Suriname voor mij is, ik noem het altijd de NDP-systeem. En dan is het niet politiek bedoeld, maar NDP in de zin van Njandringi Prisiri. Dus dat is het lekker. Is het gelukt de afgelopen week? Het is helemaal af. Het is echt, nee. Ja. Bij aanvangs alleen was het gewoon, we hebben een geweldige ontvangst gekregen. Ja. Weet je, waarom was het geweldig? Je door Suriname, je stapt in de auto. Er staat gewoon een doxa masala voor je. Dat was Nadine. Hey, yes. Echt waar? Wow, wow, vol. Yes. Ja. Helemaal goed. Je bent klaar met eten. Er staat een duwers van een Blue Label van 18 jaar oud. Daar gewoon lekker chillen ermee. Je hebt een zwembad nog geen 3 meter verderop. Dat je gewoon zo erin kan springen. Een betere levenkeuze kan je niet. Hey boy. Microfoon nooit. Nu naar Nadine. Ja, hi. Ja, Nadine, ja. Vertel ons. Want jij bent... Fijn je te leren kennen. En het is leuk geweest. Jij bent natuurlijk de man die achter de knoppen staat. Dus niet zozeer op het podium, maar juist achter de knoppen. Waardoor jij toch een beetje een andere rol hebt in de groep van, in de groep van 6. Maar je bent wel erbij, want het is at 6. Zeker. En je komt naar hier en kijkt wat voor ontvangst de heren krijgen. Ja, de jongens komen. Ik moet goed voor ze zorgen, toch? Ja. En eigenlijk als groep zijn ze de eerste keer gekomen. Ja. Normaliter als individu, denk ik. Ja. Aantal keer. Het is hier ieder jaar. Mm-hmm. Maar als groep is het toch anders, want je komt met een band. Eerste ervaring als groep. Ja. En dan moet je voor niet meer voor een individu, maar als groep gaan denken. En dat is wat ik probeer ja, te doen. Ja, ja. Nadine heeft gezorgd voor de groepsbeleving. Yes, okay. Zeker weten. Very nice, very nice. Hoe vind jij het om met ze hier, want je bent nu in jouw land. Dus dat wil zeggen dat jij je groep collega's waarmee jullie al, Nadine ook al 9 jaar erbij, dat je ze nu eigenlijk in je eigen land een beetje mag, te gast mag zijn. Het is zeker leuk, want voor ons is het dan een beetje normaal. Ja. Al woon ik daar, maar het is toch normaal voor mij. Ja. En dan wil je dat overdragen en ook zo wijzen wat mm-hmm. er is en hoe het hier is. En dat ze dan ook een beetje het verschil krijgen. En goed, dat ze het gezellig hebben met elkaar als team. Okay. Volgens mij is het gelukt. Ja, vandaag is dus onze laatste optreden. Ja. En morgen weer terug naar... En zondag weer andere verplichtingen. Ja? Dus dat 10 is graden Holland. Ja, en het is koud daar en nu zitten ze in de warmte. Lekker warm hier. Oké. Okay. Etje, ga je ons vertellen wat we vanavond mogen verwachten van het optreden in Mexico? Nou, mensen die At Six kennen weten dat het altijd party is, weet je. Ja. Deze jongens, het is net een voetbalteam met een spits. Ik voel me bij deze mannen voren als Messi of Ronaldo. Weet je, ik hoef niet hard te werken. Weet je. Dus ik zou niet bij Ten Haag gaan, want daar moet ik ook verdedigen. Maar hier hoef ik niet te verdedigen, ik mag voor hen blijven. En dan krijg ik die passes van Guardiola en die mannen hier zo. En dan moet ik alleen maar scoren. Dus okay. Ik vind het ook geweldig om ze hier te hebben. Ik heb ze vaak over Suriname verteld. Hij niet, want hij komt vaak hier. Mm-hmm. Nadine is ook hier. Ja. Roy is ook heel lang niet geweest. Ja, al. Mike ook, je hoort hoe lang geleden hij hier was. Dus we zijn ergens geweest en zeiden, oh shit, maar dit was er niet. Ik zeg, wat denk je dat we achterblijven? Hier veranderen ook dingen hier, hoor. Inderdaad, wat denk je? En voor John is het ook geweldig geweest. Ik ben blij dat ik samen met ze hier ben. Want het zijn niet alleen de matties, ook bradas. Mm-hmm. En het is een groep waar wij elkaar dingen kunnen zeggen, gewoon recht in je... voor de raap, hoe meneer dit je lult of dit of wat. Sorry mensen, maar zo is het. En toch zijn we gewoon bradas gewoon. Ja, ik heb en liever dat je voor dingen... de teambuilding is dit wel een dit is helemaal hele goede week geweest. Je hebt ook meer anderen meer beter leren kennen dan alleen op de oefeningen. En, op de, en dat is ook mooi. Okay. Dus, vertel een beetje over jullie spelen ook eigen nummers. Jullie hebben ook een aantal eigen nummers. Ja, wel, zeker weten. Bestaande maar nummers. Ik wil ook alle nummers die ze horen en de video's, die zijn allemaal in de studio van hem en door hem gemaakt. Ja. Dus de opnames van de video's en de opnames van de nummers zijn allemaal bij hem in de studio. Mensen die goede opnames willen, ik mag gelijk reclame als je in Nederland komt. Ja. Nadine, zeker weten. Wie wil de show van vanavond in Mingle nog aanprijzen om mensen daar naartoe te krijgen om er een gezellige avond van te maken? Mike. Oké, let's go. Give Mike the mic.
Nou, kom vanavond allemaal massaal naar Mingle. Je kunt volgens mij bellen of appen om te reserveren. Wees er snel bij, want het gaat hard, heb ik gehoord. En ja, we gaan er vanavond met X6 een heel gezellig feestje van maken. Dus zorg dat je erbij bent. Nou, dat was een beter promopraatje dan ik zelf had verwacht dat het zou zijn. Ja. En ik wil nog één ding zeggen, want je ziet, we zijn met z'n zessen hier. Maar vier van deze mannen zijn ook de mannen die in Nederland deel uitmaken van het Suripop orkest dat daar speelt. Deze man voor geluid, Leslie de bassist, Johnny gitarist en Mike is de toetsenist. Wanneer ze horen dat de Suritoppers in Nederland worden gehouden, zijn deze man de vaste kernen van. En af en toe mag ik ook een keer meedoen. Maar Roy, ja, jammer. Wie weet. Te grijs. Ja, is goed, ik kan het even. Oké, wat zijn de plannen voor At Six, als jullie terug gaan naar Nederland? Hebben jullie gewoon lekker door optreden of hebben jullie nog speciale projecten waaraan jullie zullen gaan werken? Nou, als we terug zijn, gaan we sowieso toch in de studio op. We hebben heel veel leaks al klaarstaan. Sowieso, ja? Ja. Oké, okay, heel mooi. En het is ook misschien om leuk iets te verklappen. We zijn al bezig met een waanzinnige Indiase zangeres. Ik ga even de naam nog niet noemen. Oké. Okay. Maar met haar gaan we ook, zij ook verplannen om een mooi album te maken en het te lanceren en hier naar Suriname terug te komen. Oké. Okay. Dus ik denk en qua optredens, ja, gaat het oké. Okay. Het loopt niet storm. Ja. Want Suriname, Nederland heeft natuurlijk ook de economische problemen en zo. Mm-hmm, yeah. Maar we werken wel aan om weer keihard terug te komen. Ja, maar het gaat om creativiteit. Ja. En het feit dat je inderdaad aan je nummers kunnen werken, dat geeft natuurlijk ook wel een andere vorm van voldoening dan alleen maar optreden. Precies, want uiteindelijk, als je met creatieve, talentvolle mensen zit, dan wil je dat ook kunnen stimuleren en ontwikkelen. Dus dat is nice. En eigen nummers maken is toch altijd spannend. Ja, nooit precies. Ontvangen wordt. Dus dat is wel de challenge, denk ik, van zo'n groep bij elkaar. Maar 9 jaar bij elkaar, mooi man. Goed, hè? Ja, dat is zeker bijzonder in deze tijd. In deze tijd. En vanavond maken we er een feestje van in Mingle, zoals Michael al zei. Ja? Top. Oké, is goed. Thank you for being here. Ik zou zeggen, jullie hebben nog 1 dag in Suriname. Make it the best. Dank je. Toch nog gedrag, hè? Yes. Ja? Nadiem, let op ze. Ja. Roy, Michael, Johnny, Leslie, Nadiem en Etje. De guys van At Six. Ja hoor, natuurlijk, heel graag gedaan. At Six, wilt u ze meemaken? Vanavond Mingle. Dan bent u van harte welkom om er een gezellige vrijdagavond van te maken. 1, 2, 3. Mingles! Mingles, ja man. Goedenavond. Oké, okay. Ik schreeuw je. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.